morning. Vandaag wilde ik eigenlijk een beetje een personal update doen. Omdat ik weet niet eigenlijk wanneer deze video online komt ook. Waarschijnlijk is het een extra video die niet op een dinsdag of een vrijdag online komt. Maar ik wilde gewoon wat dingetjes met jullie bespreken. En dingen die er nu in me omgaan. En dingen die nu in mijn leven gebeuren. En ik weet niet of jullie dat leuk vinden om dat eens in de zoveel tijd te zien. Misschien vinden jullie het helemaal niks. En dan zal ik dat ook nooit meer doen. Waar ik het als eerste over wilde hebben is... eigenlijk van alles. Ik weet niet waar ik moet starten. Binnenkort komt er een blooper video online. Omdat ik een beetje bloopers aan het sparen ben eigenlijk. En daar heb ik heel erg zin in. Ik ben benieuwd hoe jullie dat vinden. Maar ik ben nog wel even beeldmateriaal aan het sparen voor echt leuke bloopers. Er komen ook nog een hele leuke lookbook online. Waar ik echt toffe beelden voor heb geschoten. Dus daar ben ik heel benieuwd naar. Of hoe dat zeg maar verder gaat. Ja, op dit moment is het natuurlijk januari. Tenminste, als deze video online is, ja, dat lijkt me wel. En aan het begin van het jaar heb ik toch wel gezegd van, ik wil dit jaar toch wel echt de dingen doen die ik echt leuk vind. En dat ben ik ook al echt aan het doen. Ik ben best wel gemotiveerd toch wel weer. En ondanks dat mijn opleiding op dit moment niet helemaal is wat ik ervan had verwacht. Ik kan er niet echt mijn uitdaging uithalen. Wat ik wel heel erg gewend ben, want ik daag mezelf ook altijd uit. En... als ik ergens voor ga, dan ga ik er ook helemaal 100% voor. Maar ik heb het gevoel dat ik voor mijn opleiding nu niet ga, zeg maar. En ik kan er dus ook geen 100% uithalen, omdat ik... Ja, ik weet niet, ik vind het zelf lastig om uit te leggen, maar in ieder geval is dat een beetje wat er nu speelt. En omdat school toch best wel een groot deel is van je leven, gaat het op dat gebied niet helemaal geweldig, hoe ik het had gewild. Maar dat is gewoon even nu zo. En ik probeer er wel het mooiste uit te halen. Het meeste uit te halen wat ik eruit kan halen. Maar het is niet zo dat ik bijvoorbeeld 100% meer kan geven. Omdat ik er gewoon niet achter sta. Ook ben ik gewoon iemand die heel erg een eigen mening heeft. En dat hoor ik ook wel eens van anderen. Dat ik gewoon... Ik vind iets. En dat laat ik weten ook. Ik ben het niet eens met het Nederlandse schoolsysteem. En... misschien zou je me er wel in herkennen. En er zijn mensen die het ook niet eens zijn, maar er gewoon niks mee doen. Misschien val ik er ook wel onder, maar ik ben dan net een beetje dat ik daar toch een soort opstandig in word. Omdat ik het gewoon echt, vooral voor mensen die lager onderwijs doen, worden gewoon heel erg onderschat. Ik ga er niet verder op in deze video hoor. Maar goed, dat is een beetje wat er nu speelt. Dat drukt een beetje tegen mijn motivatie en inspiratie aan. En dat vind ik gewoon heel erg lastig. Maar ik hoop dat ik na mijn school dat weg heb gehaald. Dat dat weg is. En dat ik een leuke baan heb. Of misschien ga ik verder studeren. Maar dat weet ik dus nog niet zeker. Om die reden dus. Het is gewoon heel erg lastig om keuzes te maken. Ook weer met betreft van wat vind ik leuk en wat wil ik echt. En ook met het idee, volgende week kan het afgelopen zijn. En dat klinkt heel al raar en hard en dat je denkt, maar het is wel zo. En ik wilde gewoon alles uithalen, zeg maar. Wat ik ook nog wilde vragen aan jullie is, ik wil wat meer gaan vloggen. Binnenkort heb ik wat leuke dingen om te vloggen. En het leek me leuk om af en toe eens een weekvlogje te uploaden of wat dan ook. Laat me weten of jullie dat leuk vinden. Nou, ik ben heel erg, omdat ik toch best wel gemotiveerd ben voor YouTube, wil ik wat nieuwere ideeën bedenken en uitwerken. En dat heeft best wel tijd nodig. Dus ben ik bang dat ik misschien niet helemaal meer de 2 video's per week ga halen. Ik ga het wel proberen en ik loop voorlopig nog voor. Als dat niet lukt een keer, dan zal er op dinsdag bijvoorbeeld geen video online zijn. Vrijdag zal er altijd een video online zijn. Daar ben ik echt al heel erg lang mee bezig. Elke vrijdag komt er gewoon een video online. Dus dat is een beetje wat er nu in me omgaat. En het leek me leuk om binnenkort weer eens een livestream te doen. Maar ik moet nog even iets uitzoeken. Want ik ben altijd, volgens mij doe ik het altijd een beetje verkeerd of zo. Dus dan moet ik nog even vragen aan iemand. Maar goed, laat maar weten of jullie dat leuk vinden. En zo ja, op wat voor dag en wat voor tijdstip. Want dan kan ik... daar een beetje rekening mee houden. Bijvoorbeeld als iemand, als mensen meer om 's avonds om 8 uur kunnen, dan ga ik natuurlijk niet om 4 uur al een livestream doen. Verder komen er ook nog leuke video's aan over krullen. Dat ga ik samen met Rebecca doen van Prinsessenhaartjes. Daar heb ik heel erg zin in, want ik krijg er heel veel vragen over en ik wil ook wat meer in mijn kanaal brengen. Dus binnenkort komt er ook weer een daily hair routine aan.
En dan niet alleen van het wassen tot aan het stylen, maar ook hoe ik bijvoorbeeld second day en third day haar stijl. Dus dat leek me heel erg leuk. En ja, dat is een beetje wat er in mijn hoofd omgaat. En hoe ik een beetje, ja, hoe het een beetje nu is. Ik ben heel erg actief op Snapchat de laatste tijd ook. Dus volg je me daar nog niet. XKimVHX, dat is de naam waar je me kan volgen. Lijkt me super leuk. En als je vragen hebt, kan je die altijd stellen. Ik antwoord eigenlijk altijd. Ik wil gewoon even een update geven. Omdat ik heb het idee dat ik een beetje persoonlijkheid mis in mijn kanaal. En ik wil het juist weer terugbrengen. Weet alleen nog niet helemaal hoe. Heb je tips ervoor? Laat het vooral weten. En maak er een hele mooie dag van. Ik ga straks naar de Action. Daar heb ik zin in. Want ik wil echt even shoppen. En ik ga niet helemaal los bij de Action. Maar er komt misschien wel een Action shoplog aan. In ieder geval bedankt voor het kijken. En ik zie jullie volgende keer weer. Ciao!